Hallo mensen, ik ben Dirk, Udijn Management en wat een rare video. Jullie zien geen gameplay, ik ben niet in mijn kamer. Wat is dit? Je ziet een glas hier al. In ieder geval, je ziet het een beetje op hier staan. Oké, ik was dus vandaag bij een winkelcentrum aan het rondlopen. En een snoepwinkel, die viel op, dus ik liep naar binnen. En ik zag ineens iets waarvan ik dacht van, dit is echt awesome. En het heet Soda Shack. Voor de mensen die hem niet kennen, Shaquille O'Neal, werelds beste basketballer, naast Michael Jordan, Magic Johnson en heel veel andere mensen, maar nog steeds de geweldigste basketballer, want hij heeft een eigen energy drink, denk ik. Het is een soort van blikje met vanille, cream, soda, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar zijn gezicht staat erop. En ik ga het uitproberen samen met mijn vriendin. Hi. Die is hier de hele tijd, die kon praten wanneer ze maar wil. Maar nee. Die besluit om het maar lekker niet te doen. Ik heb hem ook iets laten vallen, dat in ieder geval dat ook. Maar even kijken wat erop staat. A big can for a big man. Nou, ik denk dat dat wel zou lukken. Het wil je ook laten geloven dat het al natuurlijk is, vanwege de 3 all naturals die hierop staan. Het staat ook Shaquazona, waarschijnlijk vanwege de gigantische Arizona die erop staat. Hier staat ook Great Value, 99 cents, dat ik er 2 euro voor moet betalen. Afzet. Dat is je afzetters, hè? Ja, afzetterij. En hij zegt ook 3 times Finals MVP in 2000, 2001 en 2002. Dus hij is de MVP, jongens. Woep! En wat staat er nog meer? Staat er nog ergens iets anders? Oh ja, @drinkarizona en @sodashack. Dus als je deze video leuk vond, tweet het even naar @drinkarizona. Dus laten we het maar even doen. Laten we het ook even dicht bij de camera doen, zodat ze het horen. Oh. Dat komt goed, hè? Ja. Dat komt goed, oké. Laten we eens doen, want je weet hoe het eruit ziet. Het kan wel uit het blik lopen lurken. Oh, wat is daar nou weer lol aan? Ben je ook een klein beetje schat? Ja. Nou, schrik even. Ja, je moet zelf doen. Self-service in het huis. Nou zeg. Oké. Nou, het ziet er niet vanille uit, hè? Een beetje, licht houden. Het ziet er, nou, ik zou zeggen, ik drink bier of zo. Zie je dit? Zien jullie dit? Is het net buiten beeld? Is het buiten beeld, ja. Ah, oké. Dan doe ik hem wel misschien anders shot. Oh, dat is zoet, jongen! Ja? Vriendin gaat eerst even een slok nemen? Ze durft niet. Wat doe ik? Oké, ik ga wel. Het heeft vrij weinig smaak voor de geur dat het heeft, vind je niet? Ja. Ik bedoel, je krijgt ineens zo'n zoet iets. De nasmaak is zoet. Een beetje vanilleachtig. Een beetje vanilleachtig inderdaad. Staat ook heel groot. Vanille cream soda. Maar ja, het is voornamelijk vanille proefje. Heel erg. Maar als nasmaak, je proeft de nasmaak heel erg te vanille. Maar tijdens de slok is alsof je water erin drinkt. Van water, nee. Het heeft niet echt veel smaak, nee. Nee. Hij moet wel die doen, want het heeft lichte prik. Oh, als je het kon ruiken. Het heeft echt een hele zoete geur. Een hele zoete aroma. Ik ruik niks. Nee? Nou, jij ruikt sowieso niks. Jij bent allergisch voor alles wat onder de blauwe lucht staat. Dank je. Moet dat wegknippen? Nog niet per se. Oké. Okay. Dus ja, dat is Soda Shack. Of volgens mij heet het ook Shack Attack. Nu begint het een beetje smaak te krijgen. Misschien moet je grotere hoeveelheden drinken. Of
Of je smaakpapillen zijn... Ja, misschien... Maar ik denk toch dat ik uiteindelijk, als ik genoeg van dit drink, dat ik Shaq begin te worden. Dat ik een 2 meter 10 lange neger word met... zo meer van de Shaq Attack. Dat ik een 2 meter lang een neger word die goed kan basketballen. De lengte heb je al. Nou, de lengte heb ik nog bijna. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Willen jullie meer van deze gare soort video's? Oftewel non-content, zoals het bij sommige mensen heet. Geef een like, post een comment beneden. En als jullie meer van dit soort dingen willen zien, zeg het. En als je meer van mijn vriendin willen zien, geef het ook even een like. Want het zal haar waarschijnlijk beter zelfvertrouwen geven over in video's te komen. En misschien, heel misschien, zie je haar wel terug in een nieuwe serie. Ik ben in ieder geval Deku Deng en dit is mijn Deng. Ik zie jullie laters.